Alles, ik ben Dennis, a.k.a. Denske. En vandaag heb je de episode 2 van, was ook weer, Road to Life Minigun. En het is vandaag op Sovereign. Volk was ook op Sovereign, of niet? Nou, dat is wel een beetje jammer. In ieder geval, vandaag spelen tegen een clan, dus misschien is dat wel heel anders als vorige keer. Dus ik hoop dat het niet veel moeilijker zal zijn. Ik denk dat ik niet, al meestal hebben mensen allemaal dezelfde clan. Dan denk je, oh, ze zijn allemaal goed, weet je wel. Maar uiteindelijk zijn ze gewoon fucking slecht. Dus dat zal waarschijnlijk ook wel het geval zijn. Dus niet gelijk het hoog inschat natuurlijk. We spelen met precies dezelfde klas vorige keer, want ik heb eigenlijk niks veranderd. Dus het is gewoon de Gauw Emtar met Silencer en met Grip. En ja, de support package. Dit is hem. En kijk maar hier. Ogex. Ja, zijn we redelijk hoge prestiges. Of ja, ze zijn in ieder geval geprestiged. Dat is al iets. Meestal zijn ze dat niet eens. Dus nou, ik ben zesde volgens mij of zo. Volgens mij zesde. Ik weet niet eens meer zeker. Maar man, ja, we gaan in ieder geval er tegenaan. We gaan proberen die minigun te halen. En ik ben benieuwd. Want ik heb hem al meerdere keer gehad ooit. En oh lol, ik dacht even dat het enemy was. En je bent in ieder geval enorm traag mee. Het is echt een kut ding om te hebben. Maar het is meer het idee van, oh, ik heb een minigun, weet je wel. Dat is fucking awesome. Oké, ze komen naar boven. Snel laden. Hoppakee. Ik haat mensen met guilty shoots. Maar ik vind het zo leuk als ik ze kill, hè. Dan geef je dan nog gelijk een veel beter gevoel. Echt iets van fuck jou. Met je giddy shoot. Oh shit, komt aan. Ik heb het idee dat ze best slecht zijn. Laat maar. Wat had hij mij? Een sniper? Wat? Ik was in één kogel dood. No way. Headshot? Oh, hij schoot gewoon fucking snel. Lul. Nou, hij zet verdediging daar neer. Maakt mij het uit. Wel lelijk, jongen, de wapen. Die single shot rifles zijn sowieso enorm sterk. Maakt me niet als ik er dood ga. Want je... Weet je, het is wel underrated. Het is gewoon heel erg goed, alleen heel veel mensen gebruiken het niet. Het is wel irritant, je bent echt een inkomen dood. Nou, wat zal er in onze kerstpakket zitten? Oh shit, oh shit. Woehoe, dat was close enough. Dat ding even switchen, hier ook weer. Wat is dit nou in veel app, jongen? Ik kan wel zo te zien, maar ik gebruik hem nooit. Ik kan niet zeggen dat ooit iemand hem echt gebruikt. Wel een leuk ding, hij is volgens mij best wel redelijk. Oh shit, laat maar, ik zeg niks meer. Oh, ik heb hem door de muur. Ik dacht, shit, ik heb gekozen met. Maar ik had er nog 8, dus dat was wel nice. Nee, nee, nee. Oh, fuck you. Ha, nee, in mijn rug, pas op. Even hier, dat ding neer. Oh shit, nou spannen ze ineens weer daar. What the fuck is dit? Ik heb ze weg. Hopelijk heeft ze me niet gezien. Dan gooi ik even dit ding hier neer. Want ik wil wel zoveel mogelijk switchen. Ah, no way. Ik hoop als je dat ook leest, dat ik kan switchen, want... Hier heb ik dus helemaal niks, ouwe. Wat een keer, man. Het is een fucking grenade launcher. Ah, god. 3, 2, 1. Woe! Kan ik nog iets uitpakken? Nee, dan moet je dood gaan eerst, hè. Nee. Dat gaan we niet doen. We gaan niet zomaar dood, hè. Ik wil best doodgaan. Dat is dan maar zo. Maar ik laat me eigenlijk niet doodgaan voor niks. We gaan gewoon een nieuwe pakken. Een nieuwe halen. Oh, wacht. Wacht, kan ik daar geen ammo voor oprapen? Want dat is toch gewoon niet voor niks een ammo crate? Nee. Oh shit. Oeh. Als hij die andere kant op keek, was het fucked. We staan er 14 in 1. Best wel redelijk. Weapon taken. Zo, we hebben weer een setcom. Zo. Ik ben benieuwd wat het volgende wapen is. Ik denk een rocket launcher. Dat idee heb ik. Ik weet niet waarom, maar ik krijg zo'n ingeving. Hier zit iemand om het hoekje. Alsjeblieft, verwacht maar niet, verwacht maar niet. Haha! Zo trein. Lol, had hij een riot shield? Volgens mij wel, man. Dat is wel nice, dat ik er precies langs schoot. Dus even kijken waar er in ons ding zit. In onze ammo crate. Ik ga even helemaal teruglopen, want ik heb geen zin om daar weer net in mijn rug dood te gaan ofzo. Daar zal wel altijd over komen. Nou. En wat is de verrassing? Een Vector. Het is echt een wonder. Die hadden we vorige keer ook al zoveel. Vectors. Echt renees over. Oh shit. Oh lol. Die enemy rennen voorbij. Ik heb het idee dat hij gewoon gelijk naar beneden gesprongen is. Dus... Hey lol, die kerel had een minigun uit zijn ding. Lol. Ik ga niet vanuit dat het Juggernaut was in ieder geval. Want hij was heel snel dood. Nee. Maakt niet uit, hè. Maar dan heb je die shit dat je door de muren kan kijken. En dan nog. Dan zie je het gewoon niet. Ah nee, dat meen je niet weer. Ik heb een hitmarker ook. Serieus. Oh, lol, hij zit hier. Woe! Wat assist? Nee! Wat? Hij was weer niet dood. Kill was een tank. Maar die enemies zijn fucking bad. Leuke clan, man.
Ik had altijd vermoeden dat ze slecht waren. Waarom weet ik ook niet. Meestal zijn clans niet goed, maar zijn ze irritant. Dat is nog net zo erg als dat ze goed zijn. Pak hem aan, goed zo. Hij had ook iets van een grenadelauzer. Ik weet niet waar hij me schoot. Ik denk, oh nee, ik lach. Ik denk gewoon ook zo'n casted. Maar wauw. Laat zien. No way. Dat klopt helemaal niet. Ik kwam van de andere kant af. Dat was van bullshit. Op weg naar de volgende. Oh shit. Nee, Nivers. Ah. Fucking irritant. Nou, we hebben heel gelijk onze score verneukt. Ik stond net iets van, weet ik wel, 15-1 of zo. Gelijk alweer een paar keer dood. Dat is echt zo sad. Trieste bedoeling. Er zit er eentje, want ik hoor hem lopen erom. Ik zat even te wachten, maar... Hij kwam niet tevoorschijn. Waar zitten ze allemaal? Ik hoor ze lopen, man. Kom alsjeblieft even bijlopen. Nee, niet daarop staan. Oké, okay, fuck it. Ik loop wel gewoon dan. Nee! Oh! Nep tijd! Yeah! Killers. Ik weet eigenlijk niet of je echt de kill voor krijgt of niet in je, weet je nou. Ah nee, kut. Klik op de verkeerde knop. Share knop. Gelukkig dat ik nou met Elgato record. Als ik nou echt met die ingebouwde share knop zou doen, dan was hij nou al gestopt. Maar als je op Slack drukt, dan staat de kills en deaths. Als je zo'n support ding killt, ik weet eigenlijk niet of er dan een kill bij komt. Nooit echt over nagedacht. Hoor. Hey, iemand heeft een cam. Volgens mij ligt hij op het dak. Of niet? Hallo! Oh, dit is een Ubertroll. Dan denk ik van, no! Het is geen camstrike trouwens, het is een ander ding. Maar je hebt er ook bijna niks aan. Hoe ga je dat je er ooit twee kills mee maakt of zo? Kan natuurlijk altijd meer, maar realistisch gezien niet. Die gozer komt ook niet tevoorschijn. Gaan we vier kijken, want hier zijn ook wel enemies. Oh jongen, hij liep gewoon de rocket launcher. Oh damn it. Oké. Okay. Geef mij die. Ah, dat is goed. Ik wil zeggen, geef mij die kill maar hij heeft hem al. Dus. Wauw, dit ding is poep, maat. Waarom gebruik ik dit ding trouwens niet? Want ik switch al gelijk een ander wapen, maar deze moet ik gebruiken. Nee! Ik kon niet naar beneden aimen. Dat deed hij niet. Omdat ik aan het klimmen was of zo, weet ik veel. Omdat ik ergens op stond. Dat was een beetje een bug. Wat is de score nou? 27-5. Ik vind het steeds geniaal van die cam. We gaan daar even terug naar de ammo crate. Misschien dat ik er eens uit kan pakken. Oh shit. Overal liggen ammo crates. Deze is er niet van mij. Deze is niet van mij, sowieso niet. Die vind ik met anders. Weet je? Ah! Dat meen je niet. Ik heb constant dezelfde wapens. Lol. Die was geniaal. Ik zag hem weglopen. Er zit iemand boven mij. Die kan ik moeilijk killen van erbij, denk ik. Die was er ook nog eentje. Ik zal mijn ammo crate even neergooien. Ha! Ik wou even iemand naaien. Fuck it. Eigenlijk die andere, maar die kerel rent er gewoon voor. Ik zag de enemies, ik weet het. Nee, nah, ik wou die ammo crate weggooien. Alleen, al die enemies zaten ook in mijn rug. Dus, ik kom je kant op. Oh, leuk. Sniper. Dit wordt nog wel. Oh, Silence. Serieus. Dat werkt nog best goed, Silence. Maar ik weet niet of dat is gepatcht, dus ik weet niet of dat nog steeds zo goed werkt. Want het was eerst wel altijd nice. En ik wil niet verliezen, dus ga ik even dus cappen. En ik denk dat ze hier vandaan komen, man. Ik heb zo'n idee dat ze hier gaan komen. Even kijken om de hoek. Nee. Zet ik even dit ding in, hè. Helpt altijd wel iets, hoop ik. Dat is wel het idee. Ah, net te laat. Oh shit, in mijn rug. Vandoor gaan. Yeah, buddy! We hebben weer een nieuw ammo crate. Ik zal dit nog heel even gebruiken. Mensen vinden dat leuk om te zien snipen, zeg maar. Dus dat blijven we nog heel eventjes doen. Ik kan die andere afvast wel gooien. Kijken hoe eruit komt. Ah, dammit, scheid. Ik ga toch waarschijnlijk wel dood met een sniper, dus... Ik ga gewoon lekker lom doen. No fucks were given. Nee? Oh, kut! Ik heb geen flikker naar beneden. Ah. Zullen we nou eens aan gaan cappen, want... Nee, als ik die had, hè. Als ik die had, was zo awesome geweest. Dat was echt vet geweest. De volk had ik wel toen ergens erin geschoten. Ik weet nog wel. Dat was volgens mij bij A. Door die cover. Hitmarker, ha! Ga weg! Jezus. Schiet allemaal shit op mij over granaten. Nee, als ik een klerrel kunnen krijgen. Nou, fuck it. Kijken wat we eruit krijgen.
Let's go. Een Panzerfaust. Ik wist het. Ik wist dat we deze nog gingen krijgen vandaag. Panzerfaust. Yeah, buddy. Nog eentje. Oh shit, die hond. Dat was ook niet de bedoeling. Er was iemand, maar ik hoor hem lopen. Dus ik zat even te denken van, waar loopt hij nou? Ik had weer bijna mijn volgende ammo crate. Dus dat komt wel goed. Was die enemy? Hier was een enemy. Onder mij. Nee, fuck it. Gooi dit ding even neer. Want C is van ons. Ik ga er niet van uit als hij zal spawnen. Aangezien... Laat maar. Ik wou zeggen, we hebben triple cap. We hebben geen triple cap. Maar ik weet ook niet hoe lang dat gaat duren. Ik kan snel veranderen. Ik ga in ieder geval weer mijn ammo crate neergooien. Aangezien mijn team is nou allemaal hier spawnen. Zullen zij hier niet gelijk tussen flikken. We hebben een hoodie badge. Dat is een mooi spul. Altijd wel een leuk wapen. Heb ik een tijdje mijn favoriete wapen gevonden. Dat is het nou niet meer, maar het is nog steeds wel een van de fijnere, vind ik. Gewoon omdat de silencer erop zit, hoef je die er al niet op te gooien. En dat bespaart altijd attachments en zo, dus dat is op zich wel nice. Wauw, waar zat jij? Wat? Dat lukt me... Ik kan het zeggen, mijn teammates liepen daar, man. Nou heb ik weer niks. Oh, wacht. Yes, teammates hebben ook ammo crates, dat is nice. MZ20. Oh shit, ik ben er... Oeh, net op tijd. Nee, juist. Ik ben best wel snel met de live machine gun op zee. Want normaal gezien ben je altijd heel traag met die dingen. Maar het valt niet tegen. Yes! Ha! 41-8. De vorige keer wou ik 40 kills halen. Dat is nou gelukt. 41-8. Het is geen meestelijk score. Het is gewoon average. Dus ja, op zich wel oké. En ik heb hem weer niet gehaald vandaag, de minigun. Dus misschien de volgende keer. En ik zou zeggen, laat in de comments achter... Of jullie het een leuke serie vinden of niet. Want de vorige keer had ik 450 likes gehad. En dat is normaal gezien voor mij best weinig. Maar de laatste tijd krijg ik nog minder. Dus dan is het weer best veel. Als je nog kan begrijpen waar ik het over heb. Maar ik zou zeggen, gaan proberen vandaag 500 likes te halen. En als dat lukt, dan zou ik het top vinden. Zo niet, ja, dan niet. En we hebben gewoon een complete... clan laten rage quitten. Nou, niet echt rage quitten, hè, want ze zijn gewacht tot het einde. Maar het maakt niet uit in ieder geval. Ik hoop dat je het leuk vond. Leuk, laat een like achter. En tot de volgende keer. Houden we.